Het is een antidemocraat. Hij heeft alle mogelijke journalisten opgesloten. En na die staatsgreep, wat heeft hij dan niet voor flauwekul uitgehaald? Er is van een serieuze journalistiek geen sprake. Er is van serieuze oppositie nauwelijks sprake. Het Verlossum, kunt u mij horen? Het is een spannende dag voor Turkije, want gaat het land een nieuwe toekomst tegemoet met een nieuwe leider? Daarover gaan we het hebben. Maar voordat we begonnen met de opname, hadden wij het eventjes over cabaretiers en het talent om van nature iets leuks te vertellen. En toen zei ik van Peter Pannenkoek, die doet het op zich wel goed. Ja, er is een enorme markt voor grappigheid, dat is algemeen bekend. En dat heb ik op zichzelf geen enkel bezwaar tegen, maar die grappigheid moet wat mij betreft een randverschijnsel blijven. Ja. Dus jij wil, het mag grappig zijn, maar er moet ook wel inhoud bij zitten. Het mag best grappig zijn, maar kijk, heel veel Nederlandse politiek is van zichzelf grappig. Daar hoef je helemaal geen moeite voor te doen, het is al grappig. Ja. Thierry Baudet is al grappig, voordat je hebt gezegd dat het grappig is. En mensen die niet denken dat het niet grappig is, die zijn hopeloos verloren. Ja. Zal ik maar zeggen. Ik ben hier in Utrecht een keer naar zo'n stand-up comedian show gegaan van mensen die het nog moeten leren. Oh. En dat is wel vrij pijnlijk, want dan mislukken dus ook heel veel grappen. Dus dan maken ze een grap, ja, maar dan lacht niemand. Dat moet echt heel, heel erg zijn. En liefst moet de grap ook niet van tevoren bedacht zijn, maar in de loop van het verhaal, het gesprek ontstaan. Ik had altijd de illusie dat als je in zo'n zaal optreedt, dat de mensen merkten of je het al 26 keer verteld had, die Bob, of dat het spontaan ter plekke was ontstaan. En de echte kracht van de cabaretier is eigenlijk dat die grappen die hij 80 keer per jaar vertelt aan zo'n theaterpubliek, dat hij die daarbij de indruk weet te maken dat hij die avond zittend in die droevige, die repetitieruimtes, hoe heet die dingen die... De coulissen. Nee, niet de coulissen. Die verschrikkelijke ruimtes waar wij altijd heen geleid worden en waar we dan niet in willen zitten. Ik bedoel, die backstage ook? Ja, de wachtkamer voor de artiest, zoals dat heet. He? Dat is allemaal heel, heel, heel treurig is dat altijd. Dat is mijn indruk. Dat mensen, dat de kracht van cabaretiers is. Dat je dus al die grappen vertelt die je al 100 keer verteld hebt. Maar dat je dat dan zo weet te doen dat het toch een soort spontane indruk maakt. Ja. Heb je toch een keer verteld dat Toon Hermans op een gegeven moment zijn muzikanten ging betalen omdat zij niet meer lachten? Want zo hadden die grap al 10 keer gehoord. Ja, dat was die fameuze pianist die had. Ja, ja. Ja, die moest er steeds op de dijen kletsen, terwijl die natuurlijk die grappen allemaal misschien al wel 200 keer gehoord had. En die kregen ze dus salarisverhoging om maar mee te lachen, omdat dat voor het publiek natuurlijk leuk was. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja. Ja. Want het moet natuurlijk na de 10e keer beginnen, moet het al behoorlijk vervelend beginnen te worden. Ja. Maar heb jij natuurlijk ook grapjes, kan ik me voorstellen, die je in het theater maakt. En dan zie je in Meppel, denk je, hey, hier werkt het. Laat ik dat in Venlo ook een keer vertellen. Zeker. Dan zijn er bij die altijd werken. Kennelijk ook, misschien ook, zelfs als de mensen vermoeden dat je het wel eens eerder verteld hebt. Maar ik ben zelf natuurlijk veel, veel gelukkiger met iets wat je ter plekke hebt verzonnen. Ik denk, hey, wat leuk, dat heb ik zomaar verzonnen. Hele goede grap. En het werkt ook nog. En het werkt ook nog, want dan merk je gauw genoeg aan zo'n zaal. Of het werkt ja of nee. Ja. Dat is natuurlijk ook wel de kunst. Hè? Je moet kunnen improviseren. Er zijn ook genoeg cabaretiers die je dan backstage tegenkomt. Dan merk je altijd hoe gespannen ze zijn, omdat ze dat hele programma doen. Dood zenuwachtig. Dus dat lijkt me al sowieso een reden om geen cabaretier te worden. Ik neem aan dat die topfiguren in die wereld niet ontstekend zenuwachtig zijn voordat ze opgaan. Maar je moet er toch niet aan denken. Dat als je echt zenuwachtig bent, dat is heel vervelend. Want dan ben je een hele tijd, lange tijd zenuwachtig. Nee, dat zou ik absoluut niet willen. Ja. Moet een beetje uit de losse pols komen natuurlijk. Laten we even de actualiteit erbij halen. Dan hebben we natuurlijk Erdogan in Turkije. Wat zijn je gedachten? Oh. Wat zijn je gezag? Water over je schitterende, wat was het ook weer? De hoes voor de lampen. Die liggen, de lampen. Ja. Okay. Maar daar zit een goede hoes omheen. Dus volgens mij valt het wel mee. Ja, god. De Economist had een omslag, de vorige weer. De belangrijkste verkiezingen van het jaar, laat hij een godsnaam opdonderen. Hè? Ik bedoel, wat hebben we er voor last gehad van die man? En wat heeft dat arme Turkije voor last gehad van die man? Niet maar overstaying your welcome heet dat zo treffend in het Engels. Sorry voor het Engels. Ja, verschrikkelijk gewoon. En natuurlijk ook economisch is het een problematisch geval met die rare opvattingen die hij heeft over de economisch te voeren politiek.
Nee, laat in hemelsnaam, laat Allah er dan voor zorgen dat hij opkrast. Hè? Nee, hij zit er 20 jaar. En je ziet altijd dat dit soort van types dus ja, te lang zitten. Dat is 10 jaar mooi geweest. Aanvankelijk dacht iedereen het was een vernieuwer en het was dan een gematigde islamiet. En dat gaf toch de gelegenheid aan grote groepen, laten we zeggen van de wat minder gemoderniseerde Turk om ook mee te doen. En dan blijft die man 20 jaar zitten. Nee, ja, ramp. Hij heeft alle verkiezingen gewonnen. Dus overigens acht ik het lang niet uitgesloten dat hij gewoon herkozen wordt. Maar goed, we zullen het zien. Tegenstanders zeggen natuurlijk ook wel van, inderdaad wat jij ook zegt, maar de voorstanders zeggen, hij heeft gezorgd voor een auto voor de deur. En hij heeft ons land minder afhankelijk. De laatste jaren heeft hij daar natuurlijk helemaal niet zo geweldig voor gezorgd. Hè. Dat inflatorenontwikkelingen, die rare schoonzoon van hem, die minister van Financiën was. Nee, hij is natuurlijk al heel lang de weg kwijt. Hij moet 20 jaar, kom op. Niemand is geschikt om 20 jaar land te leiden. Niemand. Hij is wel iedere keer herkozen. Onze lieve heer ook niet. Hij is wel iedere keer herkozen. Ja, zeker. Alsof dat wat zegt. Hè? Ik bedoel, ik impliceer je daarmee dat de kiezers altijd weten de verstandigste keuze maken. Nou, daar kun je toch heel moeilijk volhouden. Hè? Dan kom ik toch al heel gauw met hele interessante voorbeelden dat de kiezers het totaal verkeerd hebben gezien. Er zijn ook mensen die zeggen, heeft Turkije minder afhankelijk gemaakt van het Westen? We zijn nu echt een land om rekening mee te houden. Oh ja? In welk opzicht? We zijn niet meer het schoothondje van het... Omdat het een lastpost is. Dit is de jongen die op het schoolplein altijd narigheid veroorzaakt. Maar wat heb je eraan? Niks. Dat je 2 onderwijzers naar buiten moet sturen om die ellendeling een beetje bij de les te houden. Dat is toch de... Wat is... Trouwens, als hij nou iets deed, was het de betekenis van Turkije overschatten natuurlijk. Ja, wordt er dan gezegd, het is strategisch. Het ligt tussen Azië en Europa in. En het is iemand die nog met Poetin kan praten, ja. Iedereen kan met Poetin praten. Ik neem aan dat er backchannels zijn waarin er sowieso met Poetin gepraat wordt. Maar goed, nee. Maar hij heeft natuurlijk door de ligging, heeft hij daar natuurlijk wel strategisch voordeel. Door met zowel Poetin als met Zelensky te praten. Nou, wel een strategisch voordeel, hè. En dan natuurlijk ook dat gemodder in Syrië wat niets heeft opgeleverd aan narigheid. Nee, Erdogan moet gewoon vertrekken. Bovendien, en dat is natuurlijk de kern van de zaak toch, heeft hij die democratie die toch al niet een gasplantje was in Turkije, daar heeft hij alle blaadjes van afgetrokken. Hè? En de laatste 10 jaar geen water gegeven, zodat het er heel treurig bij staat, het gasplantje van de democratie. Kun je daar wat voorbeelden van noemen? Het is een antidemocraat. Hij heeft alle mogelijke journalisten opgesloten. En na die staatsgreep, wat heeft hij dan niet voor flauwekul uitgehaald? Er is van een serieuze journalistiek geen sprake. Er is van serieuze oppositie nauwelijks sprake. Nee, Erdogan is een ramp. Zoals zoveel van dit soort van lui een ramp zijn. Orbán is niet goed voor Hongarije. Orbán is een ramp voor Hongarije. Orbán is dan ook nog een ongelooflijke cynicus die Hongarije gewoon runt. Niet waar met zijn eigen dievenclub. Wat dat betreft is hij natuurlijk een warme supporter van Poetin, zou ik maar zeggen. Qua bestuur. Kijk, bij die Kaczynski in Polen kun je dan denken, die man die meent het. Hè? Die is gewoon een hele serieuze ouderwetse katholieke normen en waarden die dienen gehandhaafd te worden. Maar Orbán is gewoon een gezellige dikke dief. Hè? Samen met zijn kennis en zijn familieleden. En als je commentaren leest, lees je ook dat Erdogan een soort van kameleon is. Hij weet iedere keer weer mee te kleuren met het electoraat, zodat hij aan de macht blijft. Nou, dat zou kunnen, ja. Het is een demagoog. Maar het is ook een autocraat. Het is geen democraat, het is een autocraat. En daar moeten we vanaf zien te komen. Ook Turkije heeft recht op een normaal functionerende democratie. En hij was toch ook bezig een paleis te bouwen. Dat ja. Is de eerste wet van Rossum op het gebied van de politiek. Zodra ze beginnen over paleizen, gooi ze eruit zo snel mogelijk. Paleis is foute boel. Paleizen zijn altijd foute boel. Of het nou Ceausescu is, of Poetin, of Erdogan. Als ze paleizen willen bouwen, dan weet je dat ze om de hoek zijn. Ja. Hoeveel beter zijn de alternatieven? Nou, waarschijnlijk is het een rommeltje. Dus je hebt ook nog een hele goede kans. Het is natuurlijk een enigszins onsamenhangende coalitie. Omdat in feite natuurlijk de coalitie alleen op de been is gebracht vanwege de anti-Erdogan standpunten. Maar je moet ergens beginnen.
Maar je loopt natuurlijk de kans dat je weet ik veel, dat het uit elkaar knalt, dat je weer nieuwe verkiezingen krijgt. Dat ze mensen denken, nou ja, wat heeft ons dan aan geholpen en dat Erdogan dus weer terugkomt. Dat voel je een beetje de Netanyahu-scenario, zal ik maar zeggen. Eindelijk verlost van Netanyahu. En ja, daar maak je ruzie in de tent en er is altijd wel één partij die eruit stapt en dan komt Netanyahu weer terug. Nou ja, we weten, hè, het arme Israël wat zijn 75 jaar bestaan heeft gevierd onder een loodzware, grijze, dreigende hemel. Dus jij zegt eigenlijk dat de alternatieven die zijn ook niet al te best. Ergens in die brieven stond een vraag. En die was van, ja, ik heb altijd kritiek op het Amerikaanse politieke systeem. Inderdaad, dat klopt, het is een idioot systeem. Maar is er ook nog iets goeds in het Amerikaanse politieke systeem? Ja. En dat is dat de president 2 termijnen kan krijgen. 2 keer 4 jaar. En dan is het klaar. Helemaal klaar. Zo is een vrij recent nieuw amendement. Het dateert van de vorige jaren 50. Maar het is een prima idee. Ja, dat iemand vroeg... Ik ben zelfs bereid om Merkel daarvoor in te leveren, zou ik maar zeggen. Rutte zit er toch ook veel te lang. Dat heeft toch ook iets, ja, hoe zal ik het zeggen, vermoeids. Ze weet eigenlijk ook niet precies hoe het verder moet. Het is volkomen inspiratieloos, toch? Ik wil nog niet eens zeggen totaal incompetent op alle fronten. Het is suf en inspiratieloos. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat we een dynamische, autocratische minister-president moeten hebben. Integendeel, maar dan mag er misschien wel toch iets meer inspiratie en vaart worden geboden. Maar het zou dus een idee kunnen zijn dat politieke partijen proberen te agenderen dat je ook met termijnen moet gaan werken, bijvoorbeeld in Nederland. Dat zou jij toejuichen. Ja, maar de termijn hoeft alleen voor de minister-president te gelden, wat mij betreft. Nou, bij ministers zou je dat eventueel ook kunnen stellen. Maar ik vind bijvoorbeeld dat iemand best 12 jaar in het parlement mag zitten. Sterker nog, ik heb eerder al eens verdedigd. Zeg je toe. Dat 3 termijnen in het parlement wel het minimum was. Want je moet eerst het handwerk en handen in de vingers zien te krijgen. Ja. Maar we hebben toch te veel ongelukkige avonturen met lui die veel te lang blijven zitten. Maar als je dit wil veranderen, moet je dus een wetsvoorstel gaan indienen. Oh ja, en dat is waarschijnlijk zou je hier de grondwet voor moeten veranderen. Denk ik hoor. Ik weet niet, ik ben te weinig grondwettelijk geschoold op dit punt om te weten hoe. Maar ik vermoed bovendien dat het een leuk idee is dat iedereen zal zeggen, nou, daar zit wel wat in, maar dat er niks van komt. Ja. Hey, dan nog een punt over Erdogan, dat hij heel populair is ook op het Turkse platteland. Er is hier een commentaar. Ja, dat is de klassieke tweedeling natuurlijk. Je begrijpt dat Erdogan niet bepaalt. Hij is ooit begonnen als burgemeester Constantinopel. Nee, Istanbul natuurlijk, sorry. Dat was vroeger Constantinopel. Hij is begonnen als burgemeester van Istanbul. Ja, dat heeft hij 4 jaar gedaan. En daarna is hij pas minister-president geworden. Hij is wel ontslagen, lees ik hier als burgemeester. Staat hier ontslag wegen citeren gedicht. Oh, citeren gedicht. Ik kan me niet voorstellen dat erg serieus is. Toen heeft hij 4 maanden in de gevangenis gezeten. Ja. Ja, we hebben hier een heel wonderlijke, ingrijpende totaalvernieuwing door van het gemeentelijk beleid op het punt van de vuilnisafvoer. We zijn namelijk, er is hier een centraal punt gemaakt waarin je je vuilniszak moet gooien. En dat is verderop in de straat. Dat is overal in de buurt hier het geval. Dus de vuil wordt niet meer door die vuilnisauto opgehaald. Heb ik het al eerder over gemopperd of niet? Ja, vast wel, maar vertel me nog een keer. Ik kan me niet herinneren dat je het zo uitgebreid vertelt. We komen hier trouwens op omdat de buurvrouw met de vuilnis voorbij loopt. Dus we gaan zo door met Erdogan. Ja, zou doen dat de buurvrouw, die overigens jong en goed ter been is, dus die heeft er verder niet zo heel veel last van. Maar ja, het blijft natuurlijk een volkomen halfgaar gemeentelijk besluit dat je mensen, vooral als ze slecht ter been zijn, als ze oud zijn, dat je die dwingt om met hun vuilniszakken naar een verzamelpunt te gaan. Aanvankelijk deed dit hele punt het niet en moest je met je zakken naar de andere kant. En dat is natuurlijk voor mensen die oud en slecht ter been zijn. Wie verzint zoiets? Het is een linkse coalitie die de gemeente bestuurt. Wat is dat voor lulkoek? Hoe is dat om te bezuinigen op de vuilnis ophalen? Ik heb geen flauw idee. Hoe zou je het liever zien dan? Nou, gewoon zoals het was. Wat was er mis mee? Dat is toch de Nederlandse overheid ten voeten uit. Je krijgt nergens korting op.
Maar wel de dienstverlening verschraalt en verschraalt en verschraalt en verschraalt. En dit vind ik een heel ongelukkig signaal van verschraling. Oké, jij gooit het gewoon in een bak en die bak zet hij aan de deur. Ja, precies. Die zet je gewoon niet. Zet die vuilniszakken bij de boom. Zo simpel als wat. Nou moet ik zeggen, het is van hier naar dat verzamelpunt is ruim 100 meter. Maar voor je met 10 ouders kan lopen, is het een lastige zaak. Je hebt toch al gauw 2 van die vuilniszakken per week. Ja. Ik ben nog goed ter been, dus daar is niks aan de hand. Maar als je wat verderop woont, dan is het wel een probleem, ja. Hmm. Ik kan me voorstellen dat het makkelijker is voor degene die het komt ophalen om 1 keer zo'n container te leggen. Ja, natuurlijk is het makkelijker, maar daar hebben we helemaal niks mee te maken of het makkelijker is voor de ophalers. We hebben te maken of het met de vraag of het makkelijk is voor de burgers van de stad Utrecht. Nee. En de marathon komt er ook weer aan. Oh ja. Zag dat het weer allemaal verboden was gedurende een hele dag. En het Mout Bier Festival, gaat dat ook door? Nee, dat gaat niet door. Dat is vorig jaar verboden, hè? Ja, dat heeft de rechter verboden. Ja, godzijdank hebben we in Nederland goede rechters. Dat scheelt wel. Ja. Oké, tot zover de ergernis over de vuilnis. Wil je daar nog iets over zeggen? Of zeg je, dit waren wel de belangrijkste punten? Nee, ik zie het wel als een signaal dat ook bij de gemeente zo'n idee van ze kunnen de moord stikken, de burgers. Hè? Ja, vooral die ouders. Laat ze het zelf maar doen. Ja. Laat ze het allemaal maar zelf doen. We hebben er geen zin meer in. Veel te duur. Hoop gedonder jaar. Nee hoor. Maar als je dit zo doet, heb je ook niet meer de traditionele vuilnisman nodig die achterop zo'n kar staat en die de vuilniswagen of nee, de vuilniszak. Maar ik heb altijd gedacht dat ze vrij redelijk beloond werden voor die werkzaamheden. Ja. Ik heb ook nooit gelezen dat er een enorm tekort aan vuilnismannen was in Nederland. Nee. Dan nog even terug naar Erdogan. Ik was dus aan het voorlezen dat hij dus ook 4 jaar in de gevangenis heeft gezeten nadat hij ontslagen was wegens het citeren van een gedicht in 1998. En daarvoor is hij inderdaad 4 jaar burgemeester van Istanbul geweest, wat jij zei. Kijk aan. Ja, ik kan er ook eens van zeggen. Ik dacht ook in het begin, volgens mij velen in het Westen. Hij stond op goede voet met het Westen, voor zover ik mij dat herinner. Het is ook zo'n figuur die natuurlijk stap voor stap ontspoord is. En stap voor stap in feite is gaan denken dat hij speciaal gezonden is om het land op de juiste weg te houden. Maar dat is niet zo. Nogmaals, het is iemand die fundamenteel ondemocratisch denkt. Ik zwijg even van die achterlijke scheldpartijen van hem tegen andere landen in Europa. Waar het ook volstrekt geen pas had. Want hoe stelt hij zich geopolitiek op? Vind je dat er iets van constructieve houding zichtbaar is? Nee, ik vind het ook betrekkelijk onhandig, eerlijk gezegd. Hij heeft ook zo'n Russisch luchtverdedigingssysteem heeft hij aangeschaft. En ik begreep dat... De installatie daarvan en de werking daarvan weer heel onaangenaam kan zijn voor de luchtverdediging van andere NATO-partners. Want ja, Turkije is natuurlijk traditioneel een partner in de NATO. Mm. Maar dit is allemaal typisch Erdogan. Laten wij eens even fijn eigenwijs doen. Ja. Heeft dat voor Turkije iets opgeleverd? Nee. Heeft Turkije grote economische mogelijkheden? Ja, dat is West-Turkije en ik kan je verzekeren, daar is die niet populair. Nee, maar op het platteland dus wel. Dus je ziet eigenlijk wat je in andere landen ook ziet. Het is de klassieke tweedeling. Tussen platteland en stad. Ik heb altijd begrepen dat Istanbul een totaal moderne stad was. Er zullen wel wijken zijn die misschien iets minder modern zijn. Maar een hele leuke stad, een hele aantrekkelijke stad. Goed, een stad die bij het moderne Westen hoort. Maar ja, je begrijpt wel dat achterin in Anatolië, dat het daar al de vlag er heel anders bij hangt. Mm. Welke invloed hebben nou die aardbevingen die we eerder gezien hebben? Heb ik begrepen. Nogmaals, ja, ik ga het aan mijn zitten zeggen. Ik ben geen dagelijks volger van de Turkse politiek. Ook geen Turkije-deskundige, misschien ook goed om Turkije-deskundige. Maar voor ons is hij ook al Turkije-deskundige, als je dan weer op Twitter. Ja. Weet hij daar nou ook alweer wat van? Ja, misschien moet ik die mensen toch eenmaal uitleggen dat het mogelijk is om heel goed op de hoogte te zijn van tal van verschillende dingen. Maar het vervelende is voor dit soort van bedweters, dat kost tijd, dat kost werk. U moet iets lezen. U moet niet 1 krant lezen, maar bij voorkeur toch wel 2 kranten. Daar doet u verstandig aan. 1 internationale krant en 1 Nederlandse krant. En dan zou ik u nog zeker aanbevelen ook de Economist te lezen. U kunt dat, sterker nog, ik vind zelf Foreign Affairs tegenwoordig een heel goed tijdschrift. Dat zou je verstandig aan doen. Al deze dingen kunt u digitaal lezen. En digitaal kunt u zich erop abonneren. Dus u moet wel aan de slag. En dan ga ik graag weer met u in gesprek. Wat dacht u daarvan?
Gewoon hard werken. Niet lulkoek. Niet naar die flauwe onzin YouTube kijken. Nee, gewoon aan de slag. Gewoon lezen en je verdiepen. Met naar YouTube kijken word je niet veel wijzer. Het zijn leuke beelden, daar niet van. Maar analytisch heeft het niet veel te betekenen. Ja. De vraag die ik stelde was hoe de aardbeving. Hè? Wat voor invloed kan dat nou hebben op deze verkiezingen? Ik heb begrepen een grote invloed. Omdat natuurlijk afhankelijk en min of meer machteloos gereageerd is door de Turkse overheid in casu. En aangezien hij zich daar natuurlijk sterk vereenzelvigd heeft als autocratisch leider, ja, krijgt hij al gemakkelijk de schuld van het feit dat de respons wel bijzonder traag was. Ja. Maar goed, als je natuurlijk denkt aan de omvang van de ramp, dan vraag je af welk land daar wel zeer snel en zeer adequaat op had kunnen reageren. Nou, het ging ook met name om de afhandeling, begreep ik. Als je die mensen hoorde in die gebieden die getroffen zijn. Ja, dat wordt natuurlijk inderdaad. Maar denk aan de afhandeling van de aardbeving in Italië. Volgens mij zijn die in de loop der tijden nauwelijks beter geweest. Zou me niet verbazen, staan nog tentenkampen staan in sommige van die locaties. Ja. Wat vind je van de mensen die zeggen van ja, Erdogan, fantastische man, want hij heeft allemaal westerse investeerders heeft hier naartoe gehaald en dat is goed voor onze welvaart. Nou, die zijn juist de laatste tijd zijn die nogal weggebleven. Althans, volgens de Economist zou het, als die gewipt werd, zou dat voor het investeringsklimaat wel een hele positieve ontwikkeling zijn. Mm-hmm. Ja. En tegelijkertijd hoor je ook natuurlijk de verhalen van de tienduizenden Turken die de gevangenis in zijn gevlogen. Ja. Om welke reden dan ook. Daar is hij ook verantwoordelijk voor geweest. Je hoeft dus maar te zeggen dat Erdogan een lul de banger is en dan ga je de gevangenis in. Dan word je verdacht gemaakt als terrorist of als aanhanger van die andere beweging waar hij vroeger goed mee was. Mm-hmm. Nee, het is niet echt. Erdogan moet nu gewipt worden. Of dat gebeurt, dat wil ik nog wel eens zien, eerlijk gezegd. Want het leek mij dat in veel stukken ook de wens wel de vader van de gedachte was. Ja, je hoort ook heel veel analisten zeggen van ja, het lijkt nu wel alsof er een kans is om hem weg te sturen. Maar dat pas op. Nog even afwachten. Precies, pas op, hij heeft al eerder. Dat lijkt mij ook. Ja. En die gasvelden in de Middellandse Zee, waar hij ook mee bezig is, gaat dat nog een verschil maken? Nou ja, omdat hij daar ruzie maakt met Griekenland, heb ik begrepen. En had hij ook niet ruzie met Macron gekregen op een of andere manier? Dat weet ik nou, ben ik een beetje vergeten. Ruzie is wel een beetje het centrale woord hè, rondom Erdogan. Heeft iedereen ruzie? Ja, het is een ruziemaker. Ja, dus bij mij weten ook geleidelijk aan geworden. Naarmate hij natuurlijk een hogere pet van zichzelf op heeft gekregen, is hij meer ruzie gaan maken. Hij ziet zichzelf natuurlijk als een wereldleider. Dat voel je wel aan je water dat zo is. Ja. En dat is hij natuurlijk helemaal niet. Hij is vooral een stoerzender, hè. Hij is vooral iemand die een stokje tussen de spaken steekt. Dat is zijn talent eigenlijk. Ja. Ik heb geen idee hoe het met die gasvelden gaat aflopen. Dat zou in principe internationaal geregeld moeten kunnen worden. Ja. En wat zeg je dan tegen de mensen die zeggen van ja, we weten aan Erdogan wat we hebben, maar we weten niet wat we ervoor terugkrijgen als er een ander komt? Ja, daar heb ik een heel, heel vervelend antwoord op. We weten helemaal niet hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Ook niet met Erdogan? Met of zonder Erdogan. Met Erdogan weten we dat het ellende blijft. Zonder Erdogan bestaat er een mogelijkheid tot verbetering. Of die er zal komen, dat durf ik niet te zeggen. Maar in principe zijn wij over de dag van morgen slecht geïnformeerd. Nou, ik geloof ook dat het weer, dat is nog net te doen. Hè? Was het ook weer 5 dagen weersvoorspelling is goed te doen. En daarna is het gewoon chaos. Dat wil zeggen, dan komt zomer en dan komt de herfst, dan komt de winter. Dat weten we wel, maar de precieze voorspellingen zijn, daar klopt nooit iets van. Denk aan economische voorspellingen. Hè. Als dan een econoom had gelegen, hadden we al diep, diep, diep in een zware recessie gezeten. Ze blijven trouwens flink volhouden dat die toch wel komt. Maar goed, dat wachten we dan toch nog maar even af. Je hoort dat in een bedrijf ook nog wel eens gezegd wordt, hè, door de leider die ook bekritiseerd wordt en die eigenlijk weg moet wezen. Zegt, ja, je weet wat je aan mij hebt, maar ja, je weet niet wat je ervoor terugkrijgt. Ik heb altijd begrepen dat met name hele grote bedrijven, die hebben een keurige opvolgingslijn. Ik geloof dat als je directeur wordt van Shell wereldwijd, dan zit je er nooit langer dan 5 of 6 jaar. En dan ga je weg, dat weet je van tevoren ook. Ja. Word je ook na van dan betaald in die jaren. Je hebt natuurlijk een traject waarin je toegroeit naar die functie toe. Dan hebben ze meestal 2 of 3 mensen die dat wel zouden kunnen doen. En dan een van die lui, die wordt het. Hmm. Ik heb nooit gehoord dat iemand bij de Shell 20 jaar aan de leiding is. Dat komt niet voor. Dat zou ik ook ongelooflijk onverstandig vinden, eerlijk gezegd. Ja. Nou ja, ik begreep dat er door beide partijen, zowel de AK-partij als die coalitie,
enorm veel waarnemers op de been zijn gebracht, die nou gaan kijken of het allemaal wel eerlijk verloopt. Hmm. En ik neem aan dat er ook buitenlandse waarnemers zijn, al weet ik niet of die toegelaten worden. Ja, want er zijn van die internationale verkiezingswaarnemers. En sommige landen willen die niet hebben. Ja, je begrijpt waarom. Dat weet ik niet hoe dat in dit geval zit. Maar conclusie rondom Erdogan is van, we zijn nog niet zomaar van hem af. Ook niet als die verliest mogelijk. Nee, zeker niet. Dit type van lui, waarbij Netanyahu natuurlijk al genoemd en Orbán en zo. Het grote probleem is, hoe komen we in godsnaam weer van ze af? Eerst zijn ze toegejuicht en wat zijn machers, zoals dat heet in het Duits. En met spierballenpolitiek en komen voor op time te staan en ze horen tot de 100 belangrijkste personen ter wereld. Kan dat ook een keer afgelopen zijn, die flauwekul met die 100 belangrijkste personen ter wereld. In het algemeen een totaal willekeurige keuze wat ik ervan gezien heb. Ook met die 100 belangrijkste Nederlanders, ook de grootst mogelijke onzin. Maar we hadden elke jaar weer van onder de indruk. Oh, hij staat op nummer 1. De voorzitter van de CER, nou kom op. Kim Putters nu. Dat is toch wel een leuke, amabele man. Ja, maar het woord leuk is, dacht ik, in dit verband niet. Als we nou toch hebben over leuk, de 100 leukste Nederlanders, dat zouden we kunnen doen natuurlijk. Jij hebt dat toch eens een keer de Nederlander van het jaar, daar heb jij het al vaker over gehad, dat je je daar ook zo aan stoorde. Dat was in de tijd van Fortuyn volgens mij. Ja, nee, dat was de Nederlander van de Nederlander van de Nederlander van de Nederlandse geschiedenis. Oh, dat was dat het. Dat was het. Ja. En toen heb ik ongelukkigerwijs gezegd, als Pim 1 wordt, dan verhuis ik, dan emigreer ik naar IJsland. Ja, Pim werd nummer 1, omdat die een voorkomen geschifte verkiezing, want je kon gewoon inbellen, dus iedereen kon inbellen. Maar het feit was dat Pim de belangrijkste Nederlander aller tijden was geworden via de radioverkiezing. Dus ik heb nog tijdenlang, kreeg ik van die mails of van die berichten van, bent u al op IJsland? Hoe is het op IJsland? Dat vond ik natuurlijk op zichzelf weer vrij geestig, ja. Maar ook die verkiezing van de belangrijkste dit van dat, dat is allemaal verstrekt onzin. Wie is de grootste voetballer aller tijden? Nou, niet langer Messi met die stomme Vuitton-koffers. Ik zeg het maar voor een tweede keer, dat ik het fijn vind om het te zeggen. Dat je dit zo laat omkopen, dat is toch van een diepe, diepe treurigheid. Nee, ook de belangrijkste Nederlander. En dan de belangrijkste Nederlander aller tijden, Pim Fortuyn. Ik bedoel, sorry, daar word je toch lacherig van. Dat is toch wel een zodanig... Zeker met de kennis van nu. Nonsensicaal karakter. Ja, zeker met de kennis van nu. Om met Balkenende te spreken, ja. Het is een droevige zaak eigenlijk dat het toen... Maar ja, dat was zeker in het begin bij Fortuyn. Ja, tal van mensen zagen hem de verlosser. En we waren natuurlijk bitter teleurgesteld over de afloop van de zaak. Overigens, ik zag ook weer, ik weet niet waar ik het zag, maar van dat ik Fortuyn kleiner maakte dan hij was. Omdat als hij niet vermoord zou zijn, dat hij dan misschien wel minister-president zou zijn geworden. Nee, alle tekenen wijzen erop als je even naar de peilingen van die maanden kijkt dat daar geen sprake van was. Ik had namelijk gezegd dat de hoofdprofiteur van Pim Fortuyn, dat was natuurlijk het CDA en Jan-Peter Balkenende. Wat naar mijn idee nog steeds zo is. De vraag is natuurlijk, als daarvoor dat Pim Fortuyn was blijven leven, zou die dan zelfs maar een deel van zijn grootste beloftes, alles moest anders enzovoort, waar hebben gemaakt? Nee, ik ben ervan overtuigd dat die LPF-fractie, die bestond natuurlijk uit een gezelschap van complete warhoofden op een enkeling na. En ik ben ervan overtuigd dat hij dus ook weer ruzie zou hebben gekregen. En een beetje gepikeerd afscheid zou hebben genomen. En dat iedereen zijn schuld was, behalve natuurlijk de zijne. Dat was ook typisch Pim. Dus nee, ik denk, ook als hij was blijven leven, dan denk ik dat het niet goed zou zijn afgelopen. Friso Hielkema uit Drachten. Wellicht kan Maarten iets vertellen over hoe de Tweede Wereldoorlog de rest van de wereld heeft getroffen. Poeh. Ja, de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk niet alleen de stranden van Normandië. Het is inderdaad daadwerkelijk een mondiale oorlog geweest. Omdat het natuurlijk aan de andere kant in de Pacific ook een oorlog gevoerd is. Amerika voerde twee oorlogen. Namelijk één in Europa en één in het Verre Oosten. En Rusland idem dito. Maar wanneer was er sprake van een wereldoorlog, vraagt hij ook.
Nou, dit is een wereldoorlog. Als je oorlog voert in de Pacific en in West-Europa en het Atlantische Oceaan, dan zou ik zeggen, is er sprake van een wereldoorlog. Maar welk specifieke moment was daar sprake van dat het echt een wereldoorlog was? De oorlog in Oekraïne is geen wereldoorlog. Nee, zeker niet. Zeker is dat geen wereldoorlog. Er is sprake van een wereldoorlog wanneer alle grote industriële naties tegelijkertijd bezig zijn met elkaar te bevechten, zou ik zeggen. En dan moet er natuurlijk wel een geografische spreiding zijn. Dus nou ja, wanneer beginnen de Japanners? Die beginnen op wat is het, 7 december 1941. Dus voor die tijd was het in zekere zin een beperkte oorlogstijd, wel een hele omvangrijke oorlog. En dan gaan er natuurlijk de Japanners die beginnen aan een grote veroveringsoorlog in Zuidoost-Azië. En volkomen zinloos, belachelijke onderneming. Maar goed, dat is nou weer vers 2. Als nou de Tweede Wereldoorlog iets duidelijk maakt, dan is het wel dat veroveringsoorlogen, agressieoorlogen, niets opleveren, behalve een hoop narigheid, maar niets positiefs. Ja. Hij vraagt ook van hoe heeft het bijvoorbeeld Afrika en Zuid-Amerika, minder besproken regio's en landen getroffen? Nou ja, daar heeft die oorlog natuurlijk niet die impact gehad. De Mussolini in Noord-Afrika? Ja, maar dat is een koloniale oorlog die eigenlijk al zich buiten de Tweede Wereldoorlog afspeelt. Maar wel tegelijkertijd, toch? Nou, dat is toch. Die koloniale oorlog in Abyssinië, dat is ergens halverwege de jaren 30. Maar Hitler heeft daar ook een bijzonder betreur. Want je denkt altijd, ach, die Italianen, daar valt wat mee. En geef ze een espressootje en dan valt het, nou ja. Maar dat is onzin. Ze hebben daar een gruwelijke oorlog gevoerd. Echt een schandelijke, gruwelijke, moorddadige koloniale oorlog. Matthijs Koevert, die heeft ook nog een onderwerp over de Tweede Wereldoorlog. Hij zegt, hoe zat het met de Nederlandse ambtenaren en het bedrijfsleven gedurende de bezetting? En hoe was de ethiek binnen instituten op dat moment? Nou ja, ze bleven natuurlijk zitten. Een zaak moest gerund worden. Ook bij een Duitse bezetting moet wel het leidingwater moet lopen en elektriciteit moet geleverd worden. En mensen moeten bekeurd worden als ze geen achterlichtje hebben en gaan ze maar door. Er komt eigenlijk een laag boven van moordzucht en halve garen mentaliteiten. Maar in principe moet het land wel technisch bestuurd worden. Dus ja, dat deden die mensen. En dan is natuurlijk altijd de vraag, dat is het klassieke dilemma, burgemeester in oorlogstijd. Hoe ver moeten gezagsdragers meegaan met een gewelddadige bezetting? En ze kunnen ook zeggen, we piekeren er niet over. Nou, dan moet je ontslag nemen of je wordt ontslagen. En je ziet dat dan bij universiteiten ook. Dat zie je bijvoorbeeld aan de Wageningse Universiteit. Eerst is het een beetje modderen en doorgaan. En nou ja, dan wordt dat natuurlijk al snel duidelijk dat al heel snel wat Joods personeel wordt ontslagen. En dan op een goed moment, als er geruchten zijn dat alle Wageningse studenten naar Duitsland getransporteerd zullen worden om daar in de industrie werkzaam te zijn, dan fikken ze dat administratieve bestand af. De administratie wordt in de brand gestoken. En dan is het in feite klaar met de universiteit. Ik geloof dat er dan nog 20 studenten zijn of zo. Maar goed, dan is het afgelopen. Dat was een van de problemen van de Duitse bezetting. Dat eigenlijk overal alles uiteindelijk afliep. Ook als ze bij wijze van spreken militair gewonnen hadden. Ze waren helemaal niet in staat om Europa op een fatsoenlijke en ook voor de toekomst bestendige wijze te besturen. Ja. Het waren kapotmakers. Het waren vernietigers. Mm. Onmiddellijk in de gedachten schiet Donald Trump. Mensen die meer kapot maken dan ze. Die ook altijd zeggen, nee, dit moet weg en dan gaan we iets veel beters doen. Hè? Maar dat gebeurt nooit bij dit soort van mensen. Er komt helemaal niet iets beters. Dan moet ik natuurlijk oppassen dat ik niet Trump weer vergelijk met de bezette Duitse bezetters. Die is erg, maar lang niet zo erg. Een onderliggende vraag van Matthijs: zijn recente misdragingen van de overheid en grote bedrijven in een historische context te plaatsen? Nou, die recente misdragingen zijn er altijd geweest natuurlijk. Mm. Je moet zorgen dat er behoorlijk toezicht is en dat ook kritisch toezicht is. En dat ontbreekt vaak. En natuurlijk heeft zeker de zittende macht heeft altijd de neiging om zeker met grote bedrijven in zee te gaan. Want die zijn indrukwekkend en belangrijk. En ze hebben belangrijke, neem Tata Steel.
Ja, ik onthul geen geheim als te zeggen als ik zeg dat is de grootste individuele vervuiler van Nederland. Maar nou ja, dat je, er wonen, we werken wel, wat is het, 5000 mensen of zo. Dus ja, daar ga je dan weer anders mee om. Er is altijd een diffuse relatie tussen het, laten we zeggen, administratieve nationale apparaat enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds. En je moet wel zorgen dat dat niet ontspoort, dat systeem. Oké, goed. Mocht je nou nog een aflevering willen luisteren, dan kunnen wij van harte aanbevelen de live podcast die wij vorige week hebben gemaakt op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die universiteit bestaat 100 jaar en ter ere van die verjaardag hebben wij die podcast gemaakt. Hoe heeft u dat zelf ervaren, een beetje die dynamiek tussen studenten? Ben je zelf lid of niet? Nee, ik ben zelf geen lid. Ik zit ook niet bij de studentenvereniging. Nee, dat zie je zo. Oh, die had ik niet zien aankomen. We hebben hem in de beschrijving gezet, dus mocht je hem nog niet gehoord hebben, luister hem even terug. Maar ja, het blijft natuurlijk een volkomen halfgaar gemeentelijk besluit. En als mij straks wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. Begin februari van 2002 gaf Fortuyn een interview aan de Volkskrant, waarin hij meldde aan de lezers dat Nederland vol was. Maarten Verossum over het populisme. En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk, ja, begrijpt u, metaforisch voor het idee dat er komt niks meer bij. Nou, wellicht hier en daar nog iemand, maar in ieder geval geen islamieten meer. Hè? Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea Level. Daarin vertelt de baas van Ahold Delhaize, Wouter Kolk, hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de podcast staat in de show notes.